Ben je er klaar voor? Daar gaat hij. En ik ga je vertellen wat er met me is gebeurd en waarom ik nu opeens 1, 8 kilo lichter ben, geen alcohol meer drink, hartstikke gezond eet en het ook nog super leuk vind om meerdere keren per week te gaan sporten. Maar goed, ik moest eerst maar eens even verbouwen. De achtergrond klopt niet. Nou, ik heb een hele stapel materialen, vooral startnummers, posters. En die gaan we eens even ophangen. Dit is de eerste poging tot een decor. Het is nog hartstikke simpel, maar het is wel een supergoeie tip. Dankjewel Helmy. Alle startnummers kan ik natuurlijk ook fantastisch gebruiken om jullie een keer uit te leggen hoe het allemaal zover gekomen is. Want voor degenen die mij nu voor het eerst zien in deze vlog, mijn naam is Gerrit Heikoop en ik had tot voor kort altijd een hekel aan duursporten. Met name hardlopen. En afgelopen jaar is er een soort transformatie gebeurd. Ik ben in aanraking gekomen met eerst mountainbiken, toen hardlopen en dat werd triathlon. En afgelopen augustus heb ik de eerste triathlon van mijn leven gedaan. En ik ben hooked, ik ben verslaafd, ik vind het super vet. En ik ben nu op weg naar de Rotterdam Marathon en uiteindelijk waarschijnlijk zelfs naar deelname aan de teamcompetities triathlon in 2018. Dus met je hebben over wat er gebeurt als je dingen gewoon gaat doen. Het gaat dus over keuzes maken. En voor mij was 1, beginnen met dit vlog was er 1. Tweede is het inschrijven voor een evenement. Je kan lang nadenken, tenminste ik kan lang nadenken. Oh, ik zou meer willen sporten. Nou, wat voor mij de grootste drijfveer is, schrijf je in voor een evenement. In mijn geval was dat op een gegeven moment de allereerste. De Cyclo, een grote mountainbike marathon van 60 kilometer hier in de buurt. En als je merkt dat die in de agenda staat, ja, dan ga je wel trainen. Zo is dat in ieder geval voor mij. Dat werden steeds meer evenementen die mij aan het trainen hielpen. Dat werd op een gegeven moment zelfs de eerste triathlon. De Keistad triathlon is die, hè? Ja. En daardoor, omdat ik me had ingeschreven voor de Keistad triathlon, wilde ik oefentriathlons en ging ik me inschrijven voor Bodegraven en voor Leiderdorp. En voor je het wist, had ik mijn 3 eerste triathlons erop zitten. En nu wil ik meer. En dat is precies ook de reden waarom ik me heb ingeschreven voor de Rotterdam Marathon. Iets waarvan ik denk, dat kan ik nooit. Maar zo groot en zo eng, dat het me in ieder geval motiveert om ook in de regen, in de kou naar buiten te gaan en te gaan hardlopen en te gaan trainen. In mijn geval betekent dat ook keuzes maken, moeilijke keuzes maken. En dat heb ik vorige week gedaan, want alles wat je aandacht geeft groeit. Een bekende spreuk. En ik heb lang gevolleybald. Lang was volleybal mijn sport en ik liep er al een tijdje tegenaan dat ik daar mijn sportieve ei niet in kwijt kon. In de zin, ik werd daar niet echt fitter van. Ik heb dat jaar in Amsterdam gedaan. Ik deed dat de laatste 2,5 jaar hier in Leersum. En in Leersum, moet ik ook nog bekennen, was dit een heel leuk team. Heel gezellig team vooral. Dus ik denk dat ik afgelopen maart en april ongeveer de meest feestende maanden van mijn volwassen leven heb gehad. Met op de vrijdagavonden flinke karaokeavonden. Met flinke inname. Ja, en daar word je uiteindelijk natuurlijk niet gezonder en fitter en vitaler van. Dus goed, het is vrijdagavond. Tijd om naar de volleybalwedstrijd te gaan. En dit is een hele spannende, want ik heb bijna 9 jaar gevolleybald. En ik heb deze week besloten, ik kom uit een paar maanden waarin ik toch nooit kon trainen en ook nauwelijks naar wedstrijden kon. Dus ik heb besloten dat ik eigenlijk per direct ga stoppen met volleybal. En dat moet ik de jongens vanavond gaan vertellen. En ik weet niet eens, op dit moment dat ik dit opneem, weet ik niet eens of ik dit ga doen. Of ik het durf. Prima.
Nou, dan loop ik dan. Het is 2:30. Dat is weer gezellig. Ouderwets gezellig. We hebben niet gekaraokerd. Maar ik heb het ze wel verteld. Dit was officieel mijn laatste volleybalwedstrijd. Bedankt jongens. Het was top. Ja, einde van het volleybal dus. En nou ja, wat je ook ziet in de video. Het is echt, ik heb er echt wat tegenop gezien. Want ik vind het al helemaal niet leuk om slecht nieuws te vertellen. Maar ik kan je ook vertellen. Nu het zover is, schept het ook zoveel ruimte. Het is een last die letterlijk van mijn schouders is. En het helpt me om nog verder te focussen op hardlopen, fietsen, zwemmen. Heel concreet, de dinsdagavond was een volleybaltraining. En ik kan nu weer op de dinsdagavond in het zwembad liggen. Want ook voor mij als beginnende triatleet is het zwemmen het zwakste onderdeel. Dus dat kan wel wat bijspijkertijd gebruiken. Een ander ding wat ik gewoon gedaan heb. Ik ben op een of andere manier, ik vertelde het in mijn eerste vlog al, hoekt aan alles wat met triathlonnen te maken heeft. Hier hangt een poster met de reglementen. Nou, zelfs die vind ik leuk. En afgelopen zaterdag was op Papendal het congres van de NTB, de Nationale Triathlonbond. En ik dacht, what the heck, ik ga daar gewoon naartoe. Goedemorgen, het is alweer zaterdagochtend vroeg en ik ben op weg naar Papendal voor het congres van de Nationale Triathlonbond. Dit keer niet als dagvoorzitter, presentator of spreker, maar gewoon als deelnemer. Omdat ik heel nieuwsgierig ben naar alles wat op dit moment met triathlon te maken heeft. Even gestopt om te tanken. Ik ben dus op weg naar Papendal voor het triathloncongres. Enerzijds om daar wat inhoudelijke sessies bij te wonen over de laatste inzichten in triathlonnen. Maar ook als bestuurder van onze kerstverse vereniging Utrechtse Heuvelrug Triathlon ben ik benieuwd wat ik daar als bestuurder nog kan opsteken. En natuurlijk de bekendmaking van de nationale teamcompetities 2018, waar ik misschien wel aan mee mag gaan doen. Nou, hier is het dan. Kijk, badges, ontvangstzaal, maar ik ben te laat. Zo, dat was mijn dagje wel. En wat is het toch altijd weer leuk en inspirerend om naar zo'n dag te gaan. Gewoon als deelnemer. Begon al vanmorgen. Eerste plenaire sessie waar ik inloop. Ja, pak ik een van de laatste stoelen die vrij is. Kom je te zitten naast misschien wel de langst betrokkenen van de Triathlonbond. Erelid Ton Beumer. Hij was betrokken bij de allereerste triathlon in Nederland, 1982. En samen namen wij deel aan de official quiz. Hoe grappig is dat? Ik ben waarschijnlijk een van de jongst betrokkenen bij de Nederlandse Triathlonbond. En ik heb uiteindelijk de uitslag nooit gezien. Maar wat we wel ontdekten is dat deze sport wel echt een probleem heeft met het aantrekken van officials. Want ja, de sport groeit enorm. Steeds meer triatleten zoals ik zelf. Steeds meer triathlonverenigingen zoals de Utrechtse Heuvelrug Triathlon. Maar het aantal officials is in de laatste 8 jaar maar met 1,8% gestegen. Dus grote uitdaging. Hoe vinden we mensen die bereid zijn om mee te helpen bij het begeleiden van triathlonwedstrijden. Om te zorgen dat alles eerlijk en veilig gaat. En ik moet zeggen, ik heb daar natuurlijk wel wat ideetjes over. Want volgens mij moeten we gewoon een vlog gaan maken over het leven in de dag van een official. Waarin we mensen enthousiast kunnen maken om daaraan mee te doen. Dus dat zaadje heb ik geplant. Misschien zie je me binnenkort terug achter op de motor. Daarna lunch, kwam ik in de lunch naast de mannen van Veenendaal, VCT Veenendaal, onder andere Rob Barel. En op een gegeven moment vroeg iemand, hoe is het nu met je? En wat blijkt, naïef als ik ben, die man is gewoon wereldkampioen. Die komt net terug uit Hawaii. We gaan eerst even het blad in beeld nemen. Voilà, daar staat het. Rob Barel, 9:46:54. Hoe zot is dat? Rob Barel, proficiat wereldkampioen. En dan gewoon als 60er onder de 10 uur duiken. Dat is onvoorstelbaar. Ja, het is, ik had gehoopt zo net boven de 10 uur. Maar ja, het was gewoon een super dag. Dus dat was heel leuk om met hem te spreken. En ik heb hem natuurlijk meteen uitgenodigd om een keer te interviewen voor dit vlog. Het lijkt me heel leuk om zijn perspectief op de sport te horen. Hij is ook al jaren bij betrokken.
En daarna twee verschillende sessies. Eén over hoe ga je nou om met de teamcompetities binnen je vereniging. Nou, wel wat dilemma's gehoord en ook wat slimme tips die we natuurlijk gaan gebruiken voor het bouwen van ons teamcompetitieteam op de Utrechtse Heuvelrug. En een tweede sessie aan deelgenomen over de enorme groei binnen de triathlon in Nederland en hoe de sport daar goed mee kan omgaan. En daar hebben we ook wel wat leuke ideeën gemaakt. Dus nou ja, leuke mensen ontmoet, leuke vervolgafspraken. Oh ja, natuurlijk ook nog de organisator van de triathlon in Veenendaal, waar ik afgelopen jaar wat me opviel, dat die een hele leuke registratie hebben, maar nog niet een hele leuke interactieve Facebook Live uitzending. Dus ik zei, nou, laten we daar koffie over drinken, want die wil ik natuurlijk wel hosten. Kortom, dag van inspiratie, heel veel geleerd en heel veel meegenomen. Ik vond het super dat ik hierbij was en nou, er komt vast meer uit. Een hele inspirerende dag en een heel inspirerend blog. En daarmee kom ik tot de conclusie of het belangrijkste inzicht van dit vlog voor mij. Actie is reactie. Je bent niet wat je denkt, je bent niet wat je plant, je bent wat je doet. En het feit dat ik nu in beweging ben gekomen levert heel veel reactie op. Ik heb een aantal leuke gasten voor mijn interviews klaarstaan. Aanstaande zondag ga ik een interview opnemen met Michiel Helligers, de man achter het Sport Life Crisis blog. Dat wordt mijn eerste interviewgast. Superleuk dat hij daar mee wil werken. Maar ook Sjoerd uit Veenendaal en triatleet bij Hellas, die je in deze video zag, is bereid om mee te doen aan een interview specifiek over de wissel bij de triathlon. Rob Barrel, die je in de video zag, mag ik interviewen. Via Twitter kreeg ik vorige week een reactie van iemand die ik ook wil interviewen. Kortom, actie is reactie. Er gaat pas iets gebeuren als je iets gaat doen. Zowel in je omgeving, wat naar je toe komt, als in je eigen fitheid en bewegelijkheid. Dus nou, ik kijk er al naar uit. Mijn actie is in ieder geval begonnen. Ik heb allerlei reportages al gemaakt. En volgende week in mijn derde vlog wil ik het met je hebben over specifiek hardlopen en de rol van de podotherapeut. Ik heb een bezoek gebracht aan de sportpodotherapeut. Ja, je hebt zo'n mooie looptechniek. Nee, echt. Je loopt wat dat betreft heel netjes. Maar ik heb deelgenomen aan de Zevenheuvelenloop en daar ga ik je volgende week meer over vertellen. Leuk dat je weer tot het einde hebt gekeken. Ik hoop dat je dit de moeite waard vond. Ik hoop dat je hem beter vond. Ik wil natuurlijk nog steeds van je weten. Wat vind je leuk aan deze vlogs? Wat kan nog beter? Want je ziet, ik probeer er alles aan te doen om hem beter te maken. En nou, als je de eerste wil zijn die wil weten wanneer er een nieuwe vlog online komt, abonneer je dan nu gelijk even op mijn YouTube kanaal. Of volg mij op Strava. Want op Strava zie je natuurlijk al mijn trainingen. Als jij mij volgt, volg ik jou terug. En dan kunnen we elkaar blijven inspireren door alle acties die we samen maken. Dank voor het kijken en tot volgende week!